Oké, luister. Ben je nog op zoek naar een super lekkere snack die niet te lang duurt voor als er bijvoorbeeld visite over de vloer komt? I got you, want deze is echt super lekker en makkelijk. Je mixt samen 300 gram kip gehakt, een ei, beetje nootmuskaat, witte peper en 2 maggi blokjes. Dan doe je een kleine ui in de blender met 3 teentjes knoflook en een bedamje netje. Dat blend je en dat doe je er doorheen. Vervolgens hoef je het letterlijk alleen nog maar te vullen, in de oven te schuiven en voilà, enjoy.